Internetbereik, dus mijn locatie sturen, gaat niet. Yes, very high. Helemaal op de derde etage wordt mijn maaltijd bereid. Hallo. Ik kom naar binnen en er zit daar een man. En er was nog een kookster. Maar dat nichtje was er niet. Die moest opeens plotseling met haar moeder naar het ziekenhuis. Ada. Kees. Ja, nice to meet you. Where is my sister Ada? Ah, can you go up for one day together with your grandmother? Dit was het toneelstukje dat speciaal voor mij in het Engels werd opgevoerd, waar het blijkt dat het nichtje er net toevallig niet is. Het tweede bedrijf is de maaltijd, de gifmaaltijd. En die ga ik niet eten. I have a Cambodian stomach. I have medicine for that. Yes, I already took, it didn't help. If you take one, then you eat, no problem. You have to eat rice. Maybe a little bit. I'm not sure. Keer op keer word ik subtiel overgehaald om toch maar iets te nemen. Some soup. Yeah, you try like our food if you don't like. I feel so sorry. Maybe a little bit of rice. Aan tafel. Een bord witte rijst met soep. Just a little bit rice, please. De witte rijst is voor iedereen en dus waarschijnlijk veilig. De verrekomsoep wordt ook door de rest gebruikt. Maar dat kleinere kommetje staat er speciaal voor mij. En dat zegt me genoeg. Geen haar op mijn hoofd die erover piekert om daarvan te nemen. De thuisbasis van de bende is ontdekt. Missie geslaagd. Nu veilig zien weg te komen. Maar ze blijven intussen maar aandringen dat ik gerust kan eten. If you have diarrhea because of the water or because of the food you eat. But if you eat in the house, it's no problem, it's clean. En dan verschijnt de zogenaamde vader van het meisje dat naar Nederland gaat ten tonele. En hij is not amused. My friend from... Are you here? Hey. Who are you? Kees. So what can I do for you? No, my friend invited him to... He invited me. Invite you for what? Wat is hier aan de hand? Ik heb niet gegeten en alle moeite is dus voor niks. Hebben ze me door? Yes. Nadat hij in de keuken wordt bijgepraat, word ik door hem apart genomen. Next. So your daughter is going to Holland. Yes. So what is the information that you can give her? Hij is behoorlijk geïrriteerd en al snel verandert de toon van het gesprek. If you are not very nice. People are not very nice also. Here in Cambodia? Yes. But you are nice. I'm nice. Here people in Cambodia, they kill for free. No. Yes, no problem. Really? Yes, they kill for free. I respect you here in my house. You must respect me here, okay? Na deze regelrechte bedreigingen zeg ik dat ik weg wil. En hij laat me gaan. So thank you very much. Yes, thank you. Okay. Het slot gaat van de deur. De buitenlucht. Door me vrij te laten, nemen deze mensen een risico. Ik ben nu nog helder en kan dus ontdekken waar ik ben. En dat willen ze voorkomen. Heel attent wordt een tuk-tuk aangehouden. De twee handlangers gaan mee. En de hele weg word ik aan de praat gehouden, zodat ik na een half uur kriskras door deze miljoenenstad onmogelijk meer kan reconstrueren waar een huis was. Maar ze hebben buiten de waard gerekend, want alles is opgenomen. En we laten aan een lokale taxichauffeur op de hotelkamer de beelden zien.
En hij herkent de straat. The first job. I remember the first job. One more, one more. I remember this. I remember this. Stop. Ja, dit is het huis, jongens. Hebben we het gevonden. Wat een hekkenvorm. Maar zie je dat? Hier kom je niet weg. Onze taxichauffeur heeft aan de hand van de verborgen beelden ontdekt in welke straat het huis van de Blackjack-bende staat. Stop. Het is al avond als we aankomen. Ja, dit is het huis, jongens. Hebben we het gevonden. Wat een hekkenvorm. Maar zie je dat? Hier kom je niet weg. De kans dat we net een slachtoffer naar binnen zien gaan is natuurlijk nihil. Daarom gaan we de volgende dag posten in de straat. Maar dan wacht ons een verrassing. Stop. Wat zie je? Het staat gewoon te huur, jongens. Het huis staat opeens te huur. Hebben ze zoveel argwaan gekregen? Oké, let's go. Brutaal bellen we het nummer van het briefje. Snel. Het is van de huisbaas en die woont er pal tegenover. Misschien kan hij meer vertellen over zijn duistere huurders. Hallo, it's very important that I talk to you about the Philippines on the other side of the road. At what time can we come? Okay, thank you, bye-bye. Hallo, sir. Snel naar binnen. In de beschutte tuin van de huisbaas leg ik uit wat er aan de overkant allemaal gebeurt. You learn about the Philippine blackjack gang. Mm. You know what it is? Mm. They take the tourists. Verbaasd hoort hij mijn verhaal aan. Want de huurder, die Victor blijkt te heten, staat hier heel anders bekend. He told me he's work at the embassy. No, not true. Really? No. De Filipijnen blijken veel overlast te geven. Always has party. My neighbor, they, you know, they smoke the cigarettes through like that. I don't like this character like that. The cigarette, through from top to down. I clean the street every day, I see. Drink a beer and then through the can. I complain him, Mr. Victor, why every of your guests has a key? I said, cannot do like that. Everybody all come here have keys. Yes. But do you sometimes see European white people get in? Sometimes I saw. Yes. I think you should be contact with police. Is better. Call police is better. De huisbaas en onze taxichauffeur gaan de politie inzijnen. En op dat moment komt er iemand aan de overkant thuis. Is dit de man die me bedreigde? Even later komt ook een benedenbuurvrouw thuis.